Nederland een hele toename van het aantal mogelijkheden om zorg op afstand te bieden. Vaak noemen we dat e-health, waar de mensen op afstand allerlei dingen registreren, advies krijgen. Als je daar als dokter of als ziekenhuis naar kijkt, heb je dus met heel veel partijen te maken. En hebben die allemaal hun eigen oplossingen en hun eigen websites. Vanuit die kant heb je behoefte aan eigenlijk liefst één geïntegreerd aanbod. Dat geldt eigenlijk ook voor die bedrijven. We hebben met de Hogeschool Zuid reeds een eerder project gedaan waarbij we zeg maar ouderen die lang thuis moeten blijven en wat vereenzamen om die toch snel in contact te brengen met de buitenwereld. En het is voor ons een hele uitdaging om met dit project samen met andere technische partners te kijken of die live videocommunicatie geïntegreerd kan worden in een totaalplatform waarin de software die wij ontwikkeld hebben direct kan worden aangesproken en waardoor de mensen eigenlijk heel simpel via hun televisie of via hun tablet of laptop direct in contact kunnen komen met andere dienstverleners. Wat het betekent is dat je hier een stuk hoogwaardige dienstverlening kunt gaan neerzetten, waarbij je ook hoogwaardige werkverschaffing kunt gaan neerzetten. Zodra wij betrokkenheid hebben in dat telezorgcentrum hier in Limburg en straks misschien in een groter gebied, kunnen wij al op voorhand bij het ontwikkelen van de producten rekening houden met het feit dat dat in een groter verband moet kunnen communiceren. En dat maakt het weer efficiënter om die producten en technologieën te ontwikkelen. Het idee is dat wij aan het einde een telezorgcentrum zouden kunnen oprichten, althans voldoende bouwstenen hebben om dat verstandig te doen, waarmee je die diensten voor de hele gezondheidszorg zou kunnen aanbieden.